Een opmerkelijke speech van Geert Wilders vanavond in de Tweede Kamer. Hij haalde de medische toestand van een Schiedamse vrouw aan om zijn gelijk te halen over het aantal allochtonen op de IC's. Mevrouw de voorzitter, vorige week vrijdag ontving ik een handgeschreven brief van een bejaarde mevrouw uit Schiedam. Het is dringend, had ze op de enveloppe geschreven. En in de brief stond dat ze kankerpatiënt is en 2 jaar geleden geopereerd was. Begin maart van dit jaar zou ze weer op controle moeten. Maar die controle ging niet door. Ik werd door corona opzij geschoven, schreef ze me. En toen ze uiteindelijk pas maanden later toch naar het ziekenhuis kon gaan, bleek dat ze weer uitzaaiingen had. En ik heb haar eergisteren maandagmorgen thuis opgezocht in haar aanleunwoning en een bloemetje en wat bonbons voor haar meegenomen. Om haar een hart onder de riem te steken. Maar dat verzacht de pijn natuurlijk niet. Inmiddels krijgt ze weer chemokuren. En laten we hopen dat de mevrouw het redt. Als haar controle niet maanden was uitgesteld, was haar deze ellende misschien bespaard gebleven. En dat is wrang. Heel wrang en ook onacceptabel. Het feit blijft, en de VVD laat het daar dus net zoals de SP en GroenLinks en alle andere partijen die er staan, totaal afweten, dat de merendeel van de mensen op de IC-afdelingen in de grote steden van niet-westerse afkomst zijn. En dat is niet zomaar iets lulligs, dat is iets serieus. Want wat betekent dat? Dat die mensen extra bedden, maar zeker extra personeel, en de heer Dijkhoff weet dat wat is het probleem nu op dit moment in de crisis, dat is dat we een tekort aan personeel hebben, een groot tekort aan personeel. En dat betekent dus, als die mensen die zich niet aan de regels houden in toenemende mate op de IC's liggen in Nederland, dat andere hulp niet gegeven kan worden. 1 op de 3 PVV-stemmers houdt zich niet aan de regels en veroorzaakt in uw woorden dat die kankeroperatie van die mevrouw wordt uitgesteld. Dus ik vraag u hard te zijn richting het kabinet, maar ook hard te zijn tegen de mensen die je vertegenwoordigt. Dit is de kans. Spreek ze aan, roep op tot handhaving en doe er zelf wat aan. Eerder vandaag vroegen we al aan burgemeester Lamers hoe het nu precies zat met het aantal niet-westerse mensen op de IC. Er is ook een hoop gedoe over dat vooral mensen met een niet-westerse achtergrond op de IC's terecht zouden komen. In Schiedam wonen natuurlijk heel veel mensen relatief met een niet-westerse achtergrond. Toch komen er hier niet veel Schiedammers op de IC terecht. Is de aanpak van Schiedam anders dan in bijvoorbeeld Amsterdam, waardoor dat zo is? Nou, ik kan het voor Amsterdam niet goed beoordelen. Ik heb wel van de week van de directeur van het ziekenhuis in Amsterdam, de voorzitter van het ROAS daar, gehoord dat de eerste besmettingen in Amsterdam in augustus vooral plaatsvonden in Zuidoosten, de Oude Bijlmermeer, en nog een aantal wijken waar relatief veel mensen van niet-Nederlandse afkomst wonen. Ja, dan is het logisch dat die mensen ook per definitie als eerste in het ziekenhuis komen. In onze regio ligt dat toch anders. Ik heb gisteren begrepen dat Nederlands en niet-Nederlands elkaar in evenwicht houdt. Schiedam kent een aantal wijken waar 2/3 van de bevolking van niet-Nederlandse afkomst is. Dus nou, dat zou je dan moeten zien in de cijfers. Maar we hebben ook wijken die voor 75% gewoon van autochtone Nederlandse afkomst zijn. En die worden ook ziek. Dus in Rijnmond en in Schiedam is het eigenlijk gewoon gelijk. Er zijn geen bevolkingsgroepen die er qua ziektebeeld uitspringen.